Jij bent de enige echte Rotterdammer hier, hè? Ja, zeker weten. En dat is misschien ook de reden waarom ik 2 keer boks. En dat is ook heel fijn, omdat zulke kansen krijg je niet vaak. En daar moet je zo veel mogelijk gebruik van maken. Waarom 2 keer dan? Ja, dat is weer een kans. En dit soort jongens kom je niet heel vaak tegen, helaas. En dit zijn wel de jongens waar je je tegen moet meten. Want als je naar de Olympische Spelen wilt gaan, dan kom je dit soort jongens tegen. En, ja, want jullie hebben allemaal één doel en dat is eigenlijk de Olympische Spelen in 2020. Wat moet daar nog voor gebeuren, Artjom? We moeten ons kwalificeren eerst. De kwalificaties beginnen volgend jaar. Daar gaan we voor en daar trainen we nu hard voor. En, het is een traject, dus we zetten stap voor stap gaan we richting de kwalificaties. Hoe belangrijk zijn deze wedstrijden dan op zaterdag en zondag voor jou? Ja, deze wedstrijden zijn in principe zijn het niet. Het gaat om niks eigenlijk. Het gaat alleen om jezelf. En het gaat erom om jezelf te meten van waar sta je, wat moet je nog doen en kan je deze jongens aan. Is dat ook het moeilijkste, het mentale proces van het boksen, zeg maar? Want je moet het allemaal zelf doen, hè? Je zegt het gaat nergens om, dus ik moet echt mezelf testen, beproeven eigenlijk. Ja, eigenlijk is het mentaal nog het moeilijkste. Het zwaarste is het mentaal. Want het is ook geen potje voetbal of basketbal. Dus het is geen spelletje. Het is echt een sport met waar risico's aan verbonden zijn. En natuurlijk wil je niet met heel veel schade eruit komen. Heb je wel eens een van die risico's ondervonden aan de lijve? Nog een keer? Is er wel eens iets beetje gebeurd tijdens het boksen? Je zegt het is een sport met grote risico's. Heb je wel eens iets meegemaakt in dat opzicht? Ja, bijvoorbeeld dat een oog open gaat of in je hoofd of je oor. Dat kan allemaal gebeuren. En dat zijn nog de kleinere schades. Maar ja, het ergste vooral is dat je gewoon niet vernederd wilt worden. En niet knock-out wil gaan, niet wil verliezen. Dat is nog het zwaarste mentaal. Kun jij ook iets vertellen over de ambiance, waar dit plaatsvindt, hè, dit evenement, Cruise Terminal? Heel bijzonder lijkt me. Ja, dat is natuurlijk een geweldige podium waar we op mogen boksen. Een hele mooie locatie. Daar zijn we natuurlijk ook heel erg dankbaar voor bij de gladiatoren aan de Maas die dit organiseren, die dit mogelijk maken voor ons. Dat gebeurt helaas niet heel vaak in Nederland, maar de mannen van de gladiatoren aan de Maas blijven het volhouden en die organiseren elk jaar weer. Zie ik daar nou een glimlach? Ja, precies. Ja. Het is de eerste keer dat ik je zie lachen, man. Ja, ik krijg al gelijk een glimlach op mijn gezicht als ik eraan denk, want dit is natuurlijk ook uniek in Nederland. Waarom lach je dan? Nou, dat dit mogelijk is, dat we dit mogen doen, Weet je, dit krijg je niet heel vaak, zo'n kans. En nu krijg je zo'n kans van die mannen van Gladiatoren aan de Maas. En dat is natuurlijk geweldig. En dan krijg ik een glimlach op mijn gezicht. Heel mooi om te zien. Jij bent een ambitieuze jongen. Jij wil graag dingen bereiken in je leven. Op het gebied van boksen. Mag ik vragen, wat wil jij nou precies? Ik wil de beste worden. Ik wil de beste bokser worden. Dat is mijn doel. Daar ga ik ook voor. Daar werk ik ook hard voor. En ik weet niet wat het is, maar op een of andere manier heb ik gewoon een hele sterke gevoel in me dat het me gaat lukken. Ik weet niet hoe, ik weet niet door welke pad ik heen moet lopen, heen moet wandelen, maar ik weet dat het gaat gebeuren. Ik snap het ook niet, want het is nog niet heel veel mensen gelukt in Nederland. Dus toch heb ik het gevoel dat het mij gaat lukken en daar ga ik gewoon voor en daar geloof ik ook in. Je stelligheid bijna eng. Ik geloof je namelijk. Ja, dat is mooi. Als jij erin gelooft, dan geloven er waarschijnlijk ook meer mensen in. Nou, ik zou het ook mooi vinden, want dan is dat interview natuurlijk goud waard, hè, dat wij nu hebben gedaan. Ja, precies, precies. En wie is jouw grote voorbeeld dan uit Nederland? Want je zegt, het gebeurt niet vaak, hè, dat een Nederlandse bokser de absolute top bereikt. Tegen wie kijk je nou echt op en waarom? In Nederland. Dus, of in het buitenland, maar in ieder geval eentje die we kennen. Ja, in Nederland is het natuurlijk lastig, omdat er nog niet echt iemand de allerbeste is geweest. Ja, Beb van Klaver hebben we natuurlijk gehad die de Olympische Spelen heeft gewonnen. Ja, dat is natuurlijk mooi, dat is ideaal, maar dat is natuurlijk ook heel lang geleden. Dus het boksen verandert, het sport verandert.
En nu is het gewoon iets lastiger om dat te bereiken, vooral als een als Nederlandse bokser. Heb je wel beelden teruggekeken van die oude Beb? Ja, ja, niet heel veel, maar ik heb er wel naar gekeken. Wat kun je leren van Beb? Van Beb? Nou ja, dat hij er vol voor gaat. Dat is het. Dat is gewoon, de mentale zit hij goed. Ja, mentaal was hij heel sterk. En het maakte hem niet uit welke obstakels er voor op zijn pad kwamen. Hij ging er gewoon voor en hij ging vol voor de winst. En dat heb ik ook.